Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 11 mei van Weerplaza. Een klein lage drukgebiedje trekt over de Ardennen naar het midden van Duitsland. Daardoor is het in Limburg bewolkt en vanochtend regent het nog een beetje. In de loop van de ochtend wordt het droog en net als elders schijnt dan de zon geregeld. De temperatuur ligt rond een graad of 8 en de wind waait vanuit het noorden. Vanmiddag wordt het 12 graden in Groningen tot 15 in het zuiden van het land. Het blijft droog en het ziet er fraai uit met flink zonneschijn. Vanavond is het helder en ligt de temperatuur tussen de 8 en de 11 graden. De wind zwakt geleidelijk aan af. Morgen begint koud, maar in de middag stijgt de temperatuur naar 11 tot 14 graden. Vooral vlak aan zee schijnt de zon geregeld. Landinwaarts zijn er meer stapelwolken. En de wind waait nog steeds matig vanuit het noorden. Volgende week blijft het droog. En doordat de wind naar het oosten draait, gaat de temperatuur in de middag omhoog. Het wordt op woensdag 17 graden landinwaarts. Maar in de nacht en vroege ochtend is het nog wel fris. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.